Dan rest er mij niets anders. Niets anders dan de man aan te kondigen die gisteren al, denk ik, een keer of 50 is benoemd. Vandaag al een keer of 10 is genoemd. En dat is niet zomaar. We gaan luisteren naar Blended Learning Expert Onderwijs Award winnaar 2021, Barend Last. Dankjewel. Goedemorgen allemaal. Welkom op de tweede dag van de Surf Onderwijsdagen. Van harte welkom. Mijn naam is Barend Last en ik ga jullie wat vertellen over blended learning. Want ja, die term zingt rond in heel het onderwijs, in heel het onderwijsland. Het is een ware trend. We moeten er iets mee. Ik hou mij al enkele jaren bezig met blended learning. En ik heb een beetje een haat-liefde verhouding met die term. Het is een woord dat bij docenten soms een diepe zucht veroorzaakt. Ook bij mij. En gaandeweg begon ik mij af te vragen waar dat zuchten toch vandaan kwam. En zo ben ik op onderzoek uitgegaan. En ik wil jullie in deze gesproken column, lekker ouderwets, zonder slides, meenemen in mijn bevindingen. Met als titel, blended learning was er altijd al. Je hoort en leest het op veel plekken. Blended learning is het nieuwe normaal. Blended learning is de toekomst. Maar ik vraag me af, is dat echt zo? Is het nu echt zo nieuw en van de toekomst? Eens even checken. Bij wie staat blended learning nu op de agenda? Aardig wat. Bij wie stond dat al lang en breed op de agenda voor corona? Ook heel wat. En zijn er hier ook nog mensen die alleen hun groenten bij het avondeten blenden? En dat was het wel? Ja, die zijn er ook. Goed, we moeten er dus iets mee. Zucht. Waar ik dan wel benieuwd naar ben, als we dan allemaal gaan blenden, wat dat dan doet met de rol van de docent. Want ook dat hoor je vaak. De rol van de docent verandert. Van lesboer naar coach of begeleider. En de andere keer van didacticus naar ICT-expert. Maar wat verandert er nou echt in die rol van de docent? Om die vraag te beantwoorden wil ik jullie meenemen in een kort gedachte-experiment. Heel toepasselijk hier onder een boom. Stel je eens voor, je bent een docent en je gaat lesgeven op een onbewoond eiland. En er is daar helemaal niks, alleen een boom en 4 studenten. Je hebt alleen jouw kennis. Geen internet, geen boeken, geen potloden, geen papieren, helemaal niks. Wat ga je doen? Hoe ga je lesgeven? Nou, waarschijnlijk verzamel je ze onder de boom, zodat je geen last hebt van de zon, zoals ik jullie hier allemaal voor mij heb geplaatst. En dan ga je waarschijnlijk iets vertellen, want dat is zo ongeveer het enige wat je kan doen. Misschien vragen stellen of een discussie aanzwengelen. En een leuk weetje is, zo is het onderwijs in de middeleeuwen ongeveer vormgegeven. Maar op een dag komt er een bootje aan. Een bootje vol met papieren en potloden. Poh, dat is een opluchting. Alles gaat ineens makkelijker. Studenten kunnen opdrachten op papier krijgen, ze kunnen notities maken, ze kunnen meeschrijven, vragen beantwoorden, ze kunnen huiswerk maken, ze kunnen creëren. Wat verandert er nu aan jouw rol als docent? Ga je nog steeds alleen maar vertellen? Of ga je misschien de potloden en papieren gebruiken? En trouwens, is het wel zo'n opluchting? Want met de kennis van nu wellicht wel, maar die introductie van potloden en papieren betekent ook dat de docent ineens nieuwe vaardigheden moet aanleren. En niet alleen de docent, ook de studenten moeten nieuwe vaardigheden aanleren. Goed, de dag erna komt er weer een bootje binnen op dat eiland. Met een lading tekstboeken, precies over jouw onderwerp. Geweldig nieuws. Nu hoef je niet meer alles te vertellen. De studenten kunnen het zelf lezen. Want ja, het lijkt me dat je als docent er ook wel moe wordt als je alleen maar staat te vertellen al die tijd. Je wil de studenten misschien zelf wel aan het werk zetten, in plaats van dat jij je staat uit te sloven, het zweet op de rug van die studenten laten stromen. En nog interessanter is trouwens, dat dat lezen natuurlijk niet alleen onder die boom kan, dat kan ook op een ander eiland, onder een andere boom, alleen of samen. En nog beter, in combinatie met die potloden en die papieren, groeien de mogelijkheden enorm. Je kan de tijd die je nu doorbrengt onder die boom heel anders inrichten.
Je kan zelfs een cursus op afstand vormgeven, mocht er een virus op dat eiland aankomen of iets dergelijks. Wat verandert er nu aan jouw rol als docent? En even zo belangrijk, wat vraagt die verandering van de student? Bijvoorbeeld als het gaat over motivatie en zelfsturing. Maar goed, volgens mij begrijpen jullie wel waar ik heen wil. Want hier stopt het natuurlijk niet. De bootjes zijn niet om aan te slepen. Op een dag wordt radio geïntroduceerd, video, podcast, internet, toegang tot duizenden tools en mogelijkheden voor communicatie, creatie, leren en ga zo maar door. Ik bedoel, kijk even om je heen. Ik zie zo 30, 40 bootjes ronddobberen met kansen voor leren. Dus ja, wat is er nu ineens allemaal mogelijk en hoe integreer je dat allemaal in je onderwijs? Zucht. Maar hier komt wel dat concept blended learning om de hoek kijken. Want dit is het concept dat probeert al deze kansen voor leren, al die bootjes met weer een nieuwe technologische ontwikkeling, te integreren tot één logisch geheel. De blend. De blend die de leerervaring van onze studenten probeert te verrijken, met de inzet van strategieën die werken en technologieën die die strategieën ondersteunen. Het is dan ook wel goed om heel even stil te staan bij precies die technologische ontwikkelingen, die ons telkens weer nieuwe kansen voor leren geven. Want wat is technologie eigenlijk? Ik heb het even ingetikt op Google, kwam ik op Wikipedia uit. Dat is de eerste die bovenaan staat. Zo doen studenten dat ook. En Wikipedia zegt, technologie is het geheel aan technieken, vaardigheden, methoden en processen dat gebruikt wordt voor de productie van goederen en diensten of ter verwezenlijking van een doel, zoals wetenschappelijk onderzoek of onderwijs. En dat is interessant, want volgens die omschrijving zou je dus misschien wel kunnen stellen dat wanneer we technologische ontwikkelingen die leren ondersteunen een plek geven in ons onderwijs, zoals we dus ook ooit zijn gaan doen met de uitvinding van papier en potloden, we ook al aan het blenden waren. Maar er is nog iets interessants aan dit gedachte-experiment. Het laat namelijk niet alleen mooi zien dat de rol van de docent inderdaad verandert, het laat ook zien op welke manier die verandert. Het ging van verteller naar opdrachtenverzinner. Het ging van facilitator naar ontwerper, naar degene die al die bootjes met kansen voor leren bij elkaar brengt in één geheel. En met al die nieuwe rollen en nieuwe kansen voor leren komen er ook nieuwe vaardigheden om de hoek kijken. Je zei het net al eventjes. Vaardigheden om met al die technologische ontwikkelingen om te kunnen gaan. En nog meer, als het leren niet alleen maar onder die boom plaatsvindt, moeten we ook gaan nadenken over het stimuleren en motiveren van leren op andere eilanden, onder andere bomen. En dit maakt het werk van de docent niet makkelijker. Maar er zijn wel meer mogelijkheden. En voor de student wordt het onderwijs rijker, effectiever. De mogelijkheden groeien. De docentrol verschuift of wordt zelfs uitgebreid van lesgever naar onderwijsontwerper, van zender onder een boom naar aanzetter tot leren. Maar dan vraag ik me af, moeten we al die rollen wel in één persoon willen gieten? Moet een docent zowel lesgever als techneut, netwerker en coach zijn? Dat geeft stof tot nadenken. Ik zie vaak succesvolle docenten die succesvol zijn omdat ze in teams samenwerken. Samen met ICT-experts, managers, onderwijskundigen enzovoort. Jullie zijn allemaal belangrijk. Want wie is hier docent? En wie is hier ICT-expert? En wie is hier manager? Onderwijskundige. Jullie met elkaar moeten ervoor zorgen dat de studenten en de docenten zich kunnen bezighouden waar het om gaat, onderwijs. Dat er zowel onder de boom als ook op alle andere plekken daarbuiten, online, fysiek, synchroon, asynchroon, het maakt me allemaal niet zoveel uit, zo goed mogelijk geleerd wordt. En mijn eindboodschap is dan ook deze. Ik denk dat we moeten stoppen met het presenteren van blended learning als de toekomst of het nieuwe normaal. Want elke keer als er een nieuwe vorm van digitalisering bijkomt die zou moeten leiden tot de heilige graal, ja, dan voelt dat weer als iets nieuws dat erbij komt, als iets ongrijpbaars, waarvan de docenten gaan zuchten. Het is mijns inzien veel belangrijker, zoals net al even werd gezegd, om te focussen op het onderwijsontwerp.
Daar zit de echte revolutie, waarin we technologie inzetten als dat een meerwaarde heeft passend bij wat we willen bereiken in ons onderwijs. De meerwaarde van blended learning zit dus niet verstopt in weer een geweldige nieuwe technologische ontwikkeling, maar in het effectief gebruiken daarvan. Technologie is namelijk niet iets wat per definitie goed is en wat we simpelweg bovenop al het bestaande onderwijs kunnen stapelen. En daarom hoop ik dat we over een paar jaar niet meer over blended learning hebben, maar over gewoon goed onderwijs. En wat is nou goed onderwijs? Nou, dat is onderwijs dat zijn doelen behaalt, zowel de doelen die we hebben opgeschreven als die we niet hebben opgeschreven. En zo kunnen we ervoor zorgen, denk ik, dat voor de docenten die diepe zucht niet meer nodig is. Want welke docent wil nou geen goed onderwijs? Dankjewel.